Zo, goedemiddag met Brian weer in de tuin. Vandaag ga ik mijn soepgroente uitzaaien. Ik heb namelijk twee soorten. Dit is noem ik de Surinaamse die ik heb gekocht. En deze is die buitenlandse, die grote soort. Wat ik gisteren heb laten weken, ziet u, hij is nu mooi droog. En vandaag ga ik hem in deze aarde uitzaaien. En dat doe ik zo. Ziet u? Zo ziet het eruit. Dan zaai ik hem gewoon zo uit. En na een week, dan gaan we kijken als ze zijn op uitgekomen. En dan zet ik hier op een papiertje de datum. Later ga ik hem nat maken even. En deze is klaar, dan trek ik hem dicht in dit zakje. Dat is alles van hoe ik mijn soepgroente uitzaai. Bij de eerste filmpje heb ik het laten weken in water voor één dag. En nu heb ik het water weggehaald, dus eruit gehaald. En nu even laten drogen in de zon en heb ik hem dan uitgezaaid in deze bakje. Dus straks maak ik hem even nat, lichtjes nat. Toevallig heb ik hier zo een beetje rijstwater. Daar trek ik hem gewoon dicht. Daar zet ik hem aan een kan. En dan wacht ik rustig. Over een weekje zullen we zien als ze zijn ontkiem. Hier heb ik een andere weer. Dus hier ook. Dit is dezelfde soepgroente, die grote soort. Ik geef hem een beetje ijsschillen. Geef ik hem een beetje van mijn rijstwater. En dat is het. Kijk hem hier. Een volle plan. Echt van die grote soepgroenten. Ik zou zeggen, een rustige middag verder. Heeft u al een beeld hoe ik mijn soepgroenten uitzaait en hoe ik hem opkweek, wat ik ervoor zet. Dus gewoon, het hoeft niet te zijn met chemische of zo'n simpele dingen wat men dagelijks gebruikt, kan je voor je soepgroenten of voor je planten zetten. En hier staan ze. Dit is soepgroenten in de tuin, gewoon in een pot geplant. Dus wat men nodig heeft, knipt men even of haalt men een stukje eruit. En dat is het, dat is klaar, dat is het. Dus ik zeg, volgende week weer zal ik weer een filmpje zetten hoe de, als de soepgroente is uitgekomen.